En minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteren symbolisch een weegbrug overhandigd aan het Korps Politie Suriname. De brug zal gebruikt worden te Peperpot in het district Kommerwijnen. Het ordenen van zwaar transport is een van de belangrijke maatregelen die het ministerie van OW nastreeft. Het is de bedoeling dat het KPS zelfstandig wegingen van alle vrachtwagens zal doen bij de controlepost, zegt waarnemend korpschef Roberto Prade. Daarbij zal worden nagegaan of de vrachtwagens voldoen aan de toegestane asdruk. Er is gebleken dat voertuigen vaak worden overbeladen en schade toebrengen aan onze infrastructuur, zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van OWTNC. De controle zal op korte termijn aanvangen.